Nou, heb jij 10 jaar geleden heb je een programma gemaakt over Volendam. Ja. Wat is je bijgebleven van die aflevering? Wat mij bijbleef was dat die brand zo breed om zich heen had gegrepen Volendam, dat iedereen daar wel iemand kende die of was overleden of op het randje van de dood lag. Dus dat hele dorp, wat toen nog gewoon een toeristisch dorpje was en niet zo'n openluchtstudio als dat het nu is. Ja, dat hele dorp stond er in het teken van wat er gebeurd was. In deze Jong Special kijkt Mark terug op de ramp in Volendam 10 jaar geleden. In 2001 sprak Mark in Jong met jongeren die ooggetuigen waren van de brand. Door deze verschrikkelijke brand kwamen 14 jongeren om het leven en raakten meer dan 180 jongeren gewond. Tot op de dag van vandaag is die ramp in Volendam dan ook iedereen bijgebleven, omdat de brand zoveel jongeren zichtbaar heeft veranderd. De ergste verminking zie je pas na een verloop van een aantal weken tot maanden. En dat is afschuwelijk. Een jaar later, in 2002, keek Mark in Jong met een aantal slachtoffers van de ramp terug op het eerste jaar na de brand. Tom, Willy en Martin vertelden hun aangrijpende verhalen over hoe de ramp hun leven zo had veranderd. Nu, 10 jaar na de ramp, heeft fotografe Suzanne van der Roemer een foto-expositie over de verbrande jongeren. Toen en nu. Reden genoeg voor Mark om de jongeren weer eens op te zoeken en te kijken hoe het met ze gaat. En wie ga je nu weer ontmoeten na 10 jaar? Ik ga nu Willy weer ontmoeten. Jij bent ontzettend veranderd in 9 jaar tijd. Ik ga Tom weer ontmoeten. Dat was de jongen die ik voor het eerst, bij wie ik voor het eerst zag hoe heftig littekens eruit kunnen zien. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik zal dat nooit vergeten. Je kan er nog steeds goed uitzien gewoon als je brandwond hebt, vind ik. En ik ga naar Martin, ook een van de slachtoffers. Iedereen schreeuwde en gierde. En ik kon geen kant op. Ja, en later werd ik wakker op de grond. Waar ik ook naartoe ga, en dat vind ik heel erg leuk, dat is een meisje die ik nog niet eerder heb gezien. Dat is Marga. Marga is ook een van de mensen die getroffen is door de brand. En zij gaat trouwen. Ja, ik vind het wel pijnlijk hoor. Ja, doe me echt iedere keer pijn als ik het weer zie. Het is ook zo erg, dus... Nou, tot succes. Dankjewel. Zet hem op. Thanks for the ride. Oké, hi. De expositie heet De Kracht van Volendam. Portretten van 25 verbrande jongeren uit Volendam die zo hard hebben geknokt om er weer bovenop te komen. Want 10 jaar geleden leek hun wereld in te storten door de vreselijke brand in het hemeltje. Suzanne van der Roemer heeft deze jongeren geportretteerd. 3 jaar na de brand en nu weer. Hoe is het met deze jongeren? Hebben ze de draad weer opgepakt? Hoe gaan ze met hun brandwonden om? Maar vooral, wat is de kracht van Volendam? Maar eerst gaan we terug naar de oudejaarsnacht van 2000 op 2001. In de nieuwjaarsnacht van 2001 breekt in Café De Hemel in Volendam de fatale brand uit. Een hele korte en felle brand, ontstaan door sterretjes, zorgt voor paniek bij de jongeren die in het café Oud en Nieuw vieren. Veel jongeren kunnen niet op tijd wegkomen. Dames en heren, ik begin met een zeer trieste mededeling. Het aantal overledenen van deze ramp bedraagt op dit moment 8. 7 mannelijke en 1 vrouwelijke bezoeker van het etablissement is overleden. Ze zijn allen inwoners van Volendam. En de brand eist uiteindelijk meer levens. De ramp zet Volendam, hoe schrijnend ook, voor altijd op de kaart. Het wordt al snel duidelijk dat de ramp voor veel jongeren voor de rest van hun leven grote gevolgen zal hebben. Voor zover ik weet is er in Nederland nog nooit een zo grote ramp geweest met zoveel, met name jonge slachtoffers. Waarbij dus nu een dusdanige verminking van het gezicht op gaat treden. Want je ziet de ergste verminking zie je pas na een verloop van een aantal weken tot maanden. En dat is afschuwelijk.
Dames en heren, goedenavond. Op deze 2 januari probeert Volendam de dramatische werkelijkheid onder ogen te zien. Uiteindelijk zijn er 180 gewonden. Daarnaast overlijden 14 jongeren door de brand of de gevolgen ervan. Volendam is voor altijd getekend door de brand. Een hele generatie is opgegroeid met brandwonden en wordt daar tot op de dag van vandaag nog mee geconfronteerd. We zijn nu 10 jaar verder en de jongeren worden ouder en blijven het liefst allemaal in Volendam wonen. Zo ook Willy. Zij is een geboren en getogen Volendamse. En ook al heeft ze de ramp van dichtbij meegemaakt, ze gaat niet weg uit het dorp. Toen je het kocht, was het tot hier waarschijnlijk? Ja, tot hier. En hier zat nog een klein aanbouwtje aan voor de keuken. Dus het huis liep. Dus het was eigenlijk dit stuk, dat was het huis? Ja. Dit is het toekomstige huis van Willy in Hartje Volendam. Nog even verbouwen en dan trekt ze erin. Dit is Willy voor de brand en dit erna. Maar ondanks de ramp gaat het goed met Willy. Ze heeft een eigen huis, veel vrienden en is bijna afgestudeerd als accountant. Willy is een vechter en zo heb ik haar 9 jaar geleden leren kennen. Nou, en toen ik zeg maar in de spiegel keek, ja, ik schrok niet echt. Ja, ik dacht wel van hoe. Maar ja, ik dacht van het kan altijd erger. En ze zeiden ze daar steeds van het wordt altijd dan beter. En er kan nog van alles aan gedaan worden. En er is ook van alles aan gedaan. Talloze operaties heeft Willy moeten ondergaan. Maar ook al zijn de brandwonden nog duidelijk zichtbaar, haar gezicht is door de tijd heel erg veranderd. Want ik weet wel, toen we elkaar 9 jaar geleden spraken, ja, toen was het natuurlijk. Kijk, jij bent ontzettend veranderd in 9 jaar tijd. Toen, weet je nog, toen had je een petje op tijdens de opnames. Ik heb het laatst nog terug zitten kijken en ik vond het toch mijn verbazing ook in een EO-programma. Maar ik vond het vooral ook heel erg grappig. Gewoon met een enorme wietplant zat er gewoon op jouw ja, pet. Klopt. Maar goed, jij vertelde toen ja, elke keer als ik in de spiegel kijk, echt wennen doe ik er nooit aan. Ja, dat denk ik. Tenminste, dat denk ik dan op zich af en toe nog wel eens. Maar het is niet dat ik elke dag denk van, oh ja, het is verbrand, wat nu? Nee. Ben ik er gewoon aan gewend. En als ik mezelf in de spiegel zie, dan denk ik niet elke keer weer van, huh, wat is dat? Maar dan is het gewoon, nou, dat ben ik. Maar je hebt ook nooit daarbij een belemmering gevoeld? Ook bijvoorbeeld, weet ik, als je naar de kroeg ging en vriendjes en mannen? Nee, eigenlijk niet. De ene keer dat ik het wel echt bewust voor mezelf meemaakte, dat ik dacht van, hoe kan dit wel? Het was op vakantie in Australië. En toen dacht ik ineens, nou, ik ga een stuk over het strand wandelen in bikini. Nou, dan loop je echt die eentje een stuk over het strand in bikini. Dan denk ik wel van, oh, wat zullen de mensen nu wel niet denken? Ja. Maar ik trek me er eigenlijk niet echt zozeer veel van aan, want ik loop gewoon door. En, ja. En waar ben jij allemaal verbrand? De hele achterkant, vanaf mijn nek tot aan mijn enkels. Stukken van de voorkanten van mijn benen. Mijn handen, mijn arm en mijn hoofd en mijn gezicht. Dat is echt ontzettend mooi geworden in jouw gezicht. Want ja, als ik dat nog herinner. Ten opzichte van nee, ja, terug is dat een gigantisch verschil. Ja, ja, maar hoe is dat zo mooi gaan helen? Ja, ik denk de tijd heelt alle wonden, zeggen ze wel eens. Ja, de tijd heeft gewoon heel veel gedaan. Want ik heb er verder weinig aan gedaan. Ik had toen destijds van een drukmasker, maar die heb ik nooit gedragen. Je wil het ook absoluut niet verbergen? Nee. Ben je dat snel gaan doen? Dat je gewoon het niet verstopte? Of heb je daar even over moeten doen voordat je dat durfde? Nee, dat heb ik wel vrij snel gedaan. Want ik heb het ook vrij snel warm en dan vind ik het onzin om met lange mouwen te gaan lopen. En, ja, gewoon heel praktisch. Ja. En juist dat praktische heeft Willy geholpen om door te kunnen gaan. Willy is voor 60% verbrand over haar lichaam. Aan haar gezicht is ze niet geopereerd. Aan haar handen wel. Al meer dan 25 operaties, waarvan de laatste in juni van het afgelopen jaar. Nou, er zaten een aantal pennen in mijn vingers om ze in deze stand vast te zetten, zeg maar. Ja. En die hebben ze er toen destijds, 8 jaar terug ingezet. En nu begonnen ze ineens maanden geleden ineens te ontsteken allemaal. Omdat het, ja, je lichaam stoot het af. En nou moesten ze er dus uit. Oké. Dus die zijn eruit gehaald. Ja. En is dat dan de laatste of je weet het nooit? Qua operaties? Nou, dat was voor mij qua planning wel de laatste. Of er moet echt iets
tussendoor komen dat ik geschept word door een auto of zo. Dat klinkt heel nuchter allemaal, maar zelfs voor Willy was het natuurlijk niet altijd even makkelijk. Er zijn wel periodes geweest dat ik gewoon dacht van, waarom leef ik nog? En wat was het antwoord dan op die vraag? Ja, gewoon. Tenminste, daar ging je naar zoeken, neem ik aan. Ja, gewoon, want ja. Ja, uiteindelijk kan je best wel veel dingen kan je weer oppakken. Alleen je moet leren omgaan met je beperkingen en dat lukt nu ook wel. Maar je moet het weer alles opnieuw leren. En daar staat ze, symbool voor de kracht van Volendam. Willy heeft alles opnieuw moeten leren en gevochten om er weer bovenop te komen. En zeg zelf, dit is toch totaal een andere vrouw dan 9 jaar geleden. Voor Suzanne een prima model om vast te leggen. Het kan iets spannender. Ja, dat been staat een beetje... Ja. Het is hem nog niet? Nee, zeker niet. Want hij is niet spannend genoeg? Nee, ik vind hem niet spannend genoeg. Maar het zit er wel in. Ja. Jij vindt hem heel spannend. Ik vind Willy gewoon heel spannend. Ja, maar Willy is ook heel spannend. Mooi. Mooie foto. Dank je. Ja. Wat vond je er zelf van toen je hem zo in het groot zag? Ja, mooi ook. Ja? Ja. Het is een beetje rock'n'roll, hoor, met dat leren jasje en het is een beetje... Ja, een beetje stoer. Ja, maar dat is wel helemaal jouw ding, dat stoer. Ja. Ja. Is dat ook, vindt u, als u hem ziet, zegt u dan dat is typisch Willy? Ja. Ja? Daar staat ze. Ja, dat is het. Ja, wat herkent u van haar precies in dat beeld, van die foto? Dat ze weet wat ze wil. Ja. Dat ze, gewoon zeker van zichzelf is. Maar is dat een ding geweest waar u zich zorgen om heeft gemaakt? Van hoe gaat ze zich hier redden na de ramp? Ja, natuurlijk maken. Als moeder altijd zorgen. Ja. Ze gaat straks op haar eigen wonen en dan heb ik toch zoiets van... gaat het allemaal wel lukken in de eentje? Om alles draaiend te houden en gewoon de dagelijkse dingen te doen. Want je loopt gewoon te heel veel problemen even niet op. Omdat er ook nog fysieke beperkingen zijn. Ja, ja. Dus, dat zijn toch wel kleine zorgen weliswaar, maar ze zijn er wel. Hm. Dus, maar ik ga ervan uit dat allemaal goed gaat komen, want ze is sterk. Willy heeft dan over die gemeenschappelijke kracht, hè, Volendam. Ik weet wel, in die tijd was er ook heel veel nieuws van Volendam gaat naar de kerk en gelooft ook heel erg. Heeft dat nog een rol gespeeld, denkt u ook, in het verwerken van de ramp? Voor heel veel wel, ja. Ja? Ja, voor mij persoonlijk zeker. Want in hoeverre heeft dat u dan overeind gehaald? Ik had gewoon het volste vertrouwen in de bovenste baas, dat het goed zou komen. Ja. En ja, dat heeft mij wel geholpen. Ik had gewoon het volste vertrouwen erin. Ja. Dus, kijk eens, het is toch wel goed gekomen. Dus het vertrouwen groeit alleen maar. Ja. Jouw expositie. Ja. Ja. Ongelooflijk, hè? Het is begonnen. Het is begonnen, echt bizar. Ja, en wat vind je zo ongelooflijk en bizar? Dit is een verhaal, weet je. Het is fotografie, maar ik heb ook een verhaal verteld hierdoor. Verhaal over hen, over deze jongeren. Ja, weet je, het is te makkelijk om daar zielige jongeren van te maken. Maar dat zijn ze namelijk ook helemaal niet. Maar het is ook makkelijk. Ik wil ze fotograferen met de kracht die ze hebben... en de kracht die zij nodig hebben gehad en in hen zit en zat... om te zijn waar ze vandaag zijn. De studies zijn afgemaakt, werk, kinderen zijn geboren, er zijn mensen getrouwd... Ze gaan door. Ze hebben het op de rit, zoals ze zelf zeggen. Dat vind ik zo'n mooie uitspraak, zegt Volendam. Ze hebben het op de rit. Ja. Een bruiloft. Daar droomde Marga als meisje al van. De ramp leek daar verandering in te brengen, maar niks is minder waar. Vandaag is de grote dag. Maar jouw nachtrust was goed. Ja, ik heb al goed geslapen. Ja? Ja. Ik was alleen iets eerder wakker. Maar... Hoe laat was je wakker? 5 uur. Oh ja? En wat ben je toch gaan doen? Niks, wacht tot 6 uur was. Ben een uur wakker in je bed gelegen? Ja. Oh ja? Ja. Marga gaat vandaag trouwen. Iets wat ze 10 jaar geleden nooit had durven hopen. Marga was 16 tijdens de ramp in Volendam. En ook zij bevond zich midden in het hemeltje op die noodlottige avond. De eens zo knappe jonge blondine is nu voor 77% verbrand. De doktoren dachten destijds dat ze het niet zou redden. Maar na 5 weken in coma te hebben gelegen, is Marga weer wakker geworden. En vanaf dat moment heeft ze geknokt om er weer bovenop te komen.
meeste bruiden kunnen geen hap door hun keel krijgen, maar jij juist niet aan te slepen. Nou, dat is een beetje overdreven. Maar je hebt gewoon wat trek. Ja. Nou, het was natuurlijk ook 5 uur vanochtend, hè? Daarom, dan komt de honger vanzelf wel. Ja. En hoe zou het met Peter zijn? Wel goed dan. Ja? Die maakt zich helemaal niet druk. Die is zo makkelijk. Die wordt echt 100. Zo van, die doet gewoon even tussendoor gewoon. Ja, die denkt echt helemaal nergens over na. Dus, En waar ben jij opgevallen bij Peter? Dat hij gewoon superleuk is. Ja. We kunnen heel hard lachen samen. En dat vind ik belangrijk. Dus, ja. Was Peter ook die avond erbij? Nee, die zat bij hem thuis. Een vriend had zijn been gebroken, dus ze konden niet de trap op naar de hemel. Oh. Toen zijn ze thuis gebleven. Want anders had hij daar ook waarschijnlijk gezeten. Ja. Gelukkig was hij niet. Ja. Nee. Als het gaat om jouw uiterlijk. Ik vind je hartstikke mooie meid, maar kijk, het is natuurlijk wel zo. Het is heel duidelijk zichtbaar dat je een littekens hebt. Is dat nooit een belemmering geweest voor mannen om jou aan te spreken? Of om jou te vallen of verliefd op je te worden? Ja, weet ik niet. Misschien wel, maar als je lelijk geboren wordt, kun je toch ook je mooie momenten hebben. Hmm. Kijk, bij mij was dat dan misschien iets anders, omdat ik... ik zag er daarvoor best wel redelijk goed uit. En nu is dat anders geworden, maar voor nu heb je ook je mooie momenten. En als ik uit mijn bed kom, dan ben ik ook niet op mijn knapste, zoals ik deed. Nee. Dus je hebt gewoon net zoals iedereen van een goede dag en een slechte dag. Ja, zoiets. Maar ik ga denk ik zo mijn jurk aantrekken, want anders dan... Anders komen we gewoon te laat. Jij gaat gewoon door. Ja, want ik ga gewoon door. Ja. Nee, maar jij moet ook nog gewoon eten. Ja. Nee, heel goed. Dat is wel prettig, ja. Ja, sorry. Sorry. Wow. Jeetje. Dat is hem. Mooi zeg. Super. Dank je. Onwijs mooi. Wat een mooie jurk. Prachtig. Ja. Ja. Ja, je hebt niks te veel. Moet ook. Je hebt niks te veel gezegd. Hoe mooie kleur. Heb je hem samen met je moeder uitgekozen? Ja, met mijn schoonmoeder en met iedereen mee. Schoonzusje. Hoe vindt u het? Ja, ik vind het geweldig. Echt helemaal super. Ja. Ja. Ik ga even wat make-uppen. Ja, ga jij even make-uppen. Want hij staat zo voor de deur, hè? Ja. Dit moet een mooie dag voor jullie zijn. Dit is een mooie dag. Ja. Het wordt een mooie dag. Ja. Ja, absoluut. En als jullie nu naar haar kijken, het heeft zo'n schitterende jurk aan, maar dan zie je, de littekens, het is overduidelijk aanwezig. Ja. Is dat nog pijnlijk? Of ben je daar nu aan gewend? We zien dat natuurlijk altijd. Ja. Dus ja, dat is Marga nu. Ja. Ja, pijnlijk. Dat blijft het, maar het is, ja, het, zo is Marga nu. Het hoort bij haar. Ja, het hoort bij haar. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel pijnlijk hoor. Ja. Ja. Ja, doe me echt iedere keer pijn als ik het weer zie. Het is ook zo erg, dus... Ja, dat iets minder... Dat wordt niet gevraagd. We zijn echt heel blij dat ze er nog is, dat we er hebben. Dus er zijn echt momenten geweest, en ik heb het toen niet met Lida erover gehad hoor, dat ik denk van, nou ze haalt het niet. Oh ja? Kijk, in het begin heb je echt van, dan ben je radeloos en dan denk je van, ja, hoe moet ons leven verder en hoe moet dat leven van Marga verder? Maar goed, als je dan op een gegeven moment, als ze de school weer oppakt en dat gaat weer goed en op een gegeven moment... Komt dat allemaal wel weer goed? Het is allemaal toch eigenlijk wel weer redelijk goed gekomen, mag ik wel zeggen. Ja. Als je nou Marga moet omschrijven, ik bedoel, wat is nou eigenlijk de kracht geweest waardoor ze nu zo is? Ik denk dat ze op een gegeven moment bij zichzelf heeft gedacht van, nou kan ik nog 70 jaar heel verdrietig zijn of ik kan wat van mijn leven proberen te maken. Ja. En ze heeft voor de laatste gekozen. Je bent super mooi. Jij ook.
Dankjewel. Dat dacht ik al. Ik had al zo'n vermoed. Echt mooi. Het was een goed idee, toch? Ja, dat had ik zeker weten. Echt mooi. Ja. Straks zien we meer van Marga's onvergetelijke dag. Maar nu eerst weer terug naar de expositie. Mooi, hè? Goed, hè? Supermooie foto, maar ook zo'n foto. Je hebt gewoon de grootste foto, Marga. Maar hij is wel heel mooi, hè? Zeker. Ja. Wat vindt u? Ik vind het echt niet te geloven. Zo mooi. Maar wist jij altijd als ik ga trouwen, ga ik zo'n jurk aan doen? Nee, nee, ik wilde dat juist nooit. En ik was op een gegeven moment op de trouwerij van mijn nicht. En toen zei ik tegen mijn moeder, nou, dit vind ik zo zonde, want ik kan dit nooit aandoen. En dat was een paar jaar geleden? Ja, dat is al wel 9 jaar geleden. Zo. Maar toen dacht jij dus van, dat ga ik nooit doen. Ik ga nooit dat laten zien, dat deel van mezelf. Ja. Zo, wat is er dan veel veranderd? Ja, zeker weten. Dat zie je ook al aan die andere foto, hoeveel er veranderd is. Ja, maar niet alleen dus lichamelijk, maar gewoon dus ook geestelijk. Zeker weten. Ja, op een gegeven moment dan ben je eraan gewend en dan ben jij zo. Dus dan kun je dat wel gaan verbergen, maar daar heb je zelf niks aan en andere mensen ook niet. Want op een gegeven moment, als iedereen het gezien heeft, dan is het ook niet nieuw meer. En dan weet iedereen waar hij aan toe is. En dan kom je op het moment dat je zegt van, dit ben ik, Marga, ja. En ik durf mezelf te laten zien. Ja, daar gaat dit om. Ja, daar gaat dit om. Ja. Uiteindelijk is het een verhaal van kracht. Daarom heet het ook de kracht van Volendam. Ja. Zij hebben zoiets gruwelijks meegemaakt. Zoiets afschuwelijks. Als je probeert in te beelden, nou, dan moet je echt blokken, want het is zo erg. En ze hebben het weer gepakt. Ze hebben het leven weer gepakt. Ze hebben het omarmd en kunnen daar weer van genieten. En dat is het verhaal. Weet je nog de eerste keer toen je bezig was met de foto's, de eerste foto shoot, toen je Tom ontmoette? Ja, hoe was dat? Tom is, als ik aan Tom denk, dan denk ik aan energie. Dat is zo'n energiek persoon. En ja, ik vind het echt, het is een man geworden. Hij staat met zijn armen over elkaar. Dit is natuurlijk een heel gesloten houding. Behalve bij Tom. Want het is meer van, hey, ik ben er. Hier ben ik. In 2002, een jaar na de ramp, sprak ik met Tom. Een aangrijpend verhaal over hoe hij moest leren omgaan met zijn brandwonden. Tom vertelde over de eerste keer dat hij zichzelf bekeek na de ramp. Je ziet weinig haar, zag ik. Je ziet er heel anders uit. Dan zie je gewoon allemaal dingen wegvallen in je toekomst. En dan weet je even niet hoe je verder moet? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Het was heel moeilijk. Hoe moeilijk ook, toen ik een jaar na de brand Tom sprak, probeerde hij weer het beste ervan te maken. Voetbal was Tom zijn leven, dus revalideerde en trainde hij om ooit weer een lekker balletje te kunnen trappen. Een lange weg, maar Tom wil doorgaan met zijn leven. Ja, dat gaat gewoon elke dag vooruit. Ja, merk je dat? Ja. Maar daar moet je dus zelf het een en ander voor doen. Daar moet je alles voor doen, ja. Ja. Ik heb nu elke dag zoveel mogelijk een drukpak aan. En de meesten dragen dat gewoon niet, maar ze zeggen dan ook de aanhouder wint. Je moet dat gewoon zo vaak en zo lang mogelijk dragen. En dat drukpak is heel belangrijk. Ja. Was jij ijdel? Ik denk dat iedereen wel een beetje ijdel is. Ik ging natuurlijk, ik durfde wel buiten de deur zonder dat mijn kamp zat, maar je probeerde natuurlijk wel altijd zo goed mogelijk eruit te zien, neem ik aan. Ik zag u ook even knikken. Ja? Ja, want als hij in het weekend uitging en dan moest er gel in zijn haar en elk plukje moest goed staan. Ja, maar dat is wel... Nou, en er lag er wel eens wat op de grond en dan vroeg je, wil je dat even goed pakken? Ik zei, pak het zelf maar. En dan ging hij zo nee, want waar was dat zijn haar? Dan was het dan niet droog. Ja, dan lag, alles lag gesorteerd op je hoofd. En hoe is dat nu dan? Dan heb ik geen haar meer, dus dan... Nee, maar niet alleen qua haar, maar... Ja, in het begin, dat is een goede vraag eigenlijk. In het begin dacht ik ook eigenlijk, dat moet ik nou doen voordat ik de deur ga, want ik ben toch gewoon lelijk, kan je wel zeggen. Dat dacht jij op het begin. Van, ik heb niets te doen, want dat geeft toch niet. Maar daarna dacht je bij je van, des te langer je die problemen hebt, des te beter je eigen eronder voelt. Dus dan voel je je gewoon goed. En, ja, dat is gewoon moeilijk uit te leggen, maar je kan er nog steeds goed uitzien gewoon als je brandwonden hebt, vind ik.
Dat was Tom 9 jaar geleden. Hij was er ernstig aan toe, voor 80% verbrand... en zal voor de rest van zijn leven letterlijk getekend zijn door de brand. Ik zoek hem nu weer op om te kijken of hij die drive om door te gaan... heeft weten te behouden. Ik weet wel dat we 9 jaar geleden... Ja? Was dit de enige manier waarop je kon voetballen? Ja, dat klopt. Toen was ik nog heel rustig aan het oefenen. Maar dan was dit de enige wat er een beetje op leek, ja. Het is de enige manier waarop je met snelheid kon voetballen, ja. Want je deed al wel een beetje balletje trappen toen. Ja, dat klopt. Gewoon een beetje rustig op de buurt. Omdat ik niet op school zat, af en toe een beetje tegen de muur trappen. Maar daar bleef je toen wel bij, inderdaad. Want dat was toch wel het, nou ja, een van de dingen waar je naartoe aan het werken was. Om weer de bal goed te kunnen raken. Ja, absoluut. Absoluut. Dat is wel het hoofddoel altijd, ja. En het voetbal, het is gelukt. Ja, dat, ja, tenminste, ik voetbal, ja. Ja. Kan je nog herinneren de eerste keer dat je dat weer ging doen? Ja, ik begon op een gegeven moment te voetballen bij mijn vader in de zaal. Daar had ik nog mijn drukpak aan en ik liep nog heel houderig, weet je. En ik kan me heel goed voorstellen dat die andere spelers dachten van, ik kan dit allemaal wel, weet je. Maar mijn vader die nam me gewoon mee. En dan moest ik gewoon meedoen. Was dat in het begin nog een moment van dat korte broekje aan? Nou, ik heb er eigenlijk niet zoveel last van. Ik weet ook niet waarom, weet je. Ik, vooral met sport of zo niet, weet je. Ik heb nog wel eens dat ik, als ik op een zwembad met allemaal kleine kinderen loop, weet je, dat ik liever een shirt aan hou, weet je. Omdat mijn rug vrij heftig verbrand is. Maar ik zal nergens iets niet doen, omdat ik denk... Nee, dat doe ik niet. Dus ja, op een gegeven moment dan moet je gewoon tegen je zeggen... Tom, ik wil voetballen en ik wil zus en ik wil zo. En als je dat gehaald hebt, ja, dan is het wel klaar. Tom heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt... wat betreft de acceptatie van zijn uiterlijk. Hij vindt het nu goed zo, maar dat is ooit wel eens anders geweest. Ik heb wel eens een moment gehad dat ik dacht... nou kan ik wel de grond eens zakken. En wat gebeurde er toen dan? Dus ik zou een cd gaan halen en dan komt er een meisje... van 4 komt langslopen en dan zegt ze, wat een vieze man... Dan kun je als 18-jarige, dan kon ik zo de grond en zak ik niet terug zeggen. Dat was van, toen ben ik ook meteen omgedraaid. Ik zeg, ik ga niet meer de bad. De tijd dat hij niet op straat durfde, ligt nu ver achter Tom. Maar dat wil niet zeggen dat hij sindsdien altijd één brok zekerheid is geweest. Bij mijn ex-werkgever inmiddels, die stuurde mij toen weer op pad een keer. En dan ga ik even daarheen en hij steekt de zus en zo. Ik dacht van, weet je wel wie je nu heen stuurt, weet je? Met andere woorden, dat dacht ik toen. En toen liep ik de deur uit. Ik denk, ja, wacht even. Als hij dat niet denkt, dat is voor mij alleen maar een compliment natuurlijk. Ja, want hij stuurde jou pad naar een nieuwe klant? Of naar Ja. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar ik vond dat van, misschien moet je daar iemand heen sturen die een goede babbel en die gelikt uitziet, weet je. Ja. In mijn hoofd had ik dat plaatje gezet. En ik moest erheen. Ja, en toen dacht ik van, dat is wel een goed signaal. Dat iemand afgeeft, als ze dan ja daarop afsturen. Daar word je al blij van natuurlijk. Ja, ja, en welk signaal kon je daaruit oppakken? Nou, dat zijn wij gewoon 100% behandelen als iemand die gewoon in orde is. Ja. Net zoals Tom worden meer dan 180 jongeren dagelijks geconfronteerd met hun brandwonden en beperkingen. Daarnaast zijn er 14 gezinnen die moeten leren leven met het gemis van hun kind, broer of zus. Naast de doden en zwaar gewonden zijn er ook nog jongeren die uiterlijk niet veel brandwonden hebben opgelopen, maar wel degelijk grote gevolgen hebben ondervonden door de brand. Zoals Diana. Zij was die avond aan het stappen in het hemeltje. En Johan werkte toen achter de bar en heeft alles heel bewust en nuchter meegemaakt. Nog steeds flitsen de beelden van toen door zijn hoofd. Ja, de beelden die je toen gezien hebt, hoe het allemaal gegaan is, hoe die vlam op je afkwam. En gewoon echt alles tot het moment dat je uitgaat, dat je op de grond ligt en door de rook zeg maar gewoon stikt. Kon je zelf ontsnappen eraan, aan de vlam, of ben je weggebracht? Nou, ik ben weggerend en door de druk zeg maar, van die vlam ben ik tegen de grond geslagen. En met mijn handen voor mijn gezicht. En ja, daarna ga je gewoon uit. Je komt ademt er ook in. En je denkt, dit was het, het is over. Waar was jij toen het gebeurde? Ik zat opgesloten in de wc. Je zat op het toilet? Ja. Maar jij hoorde in één keer een enorm
Ja, heel veel drukte en ineens heel veel stilte. En al die, ja, je voelde de hitte. En daarna ben ik eruit gekomen. Toen heb ik mijn jas over mij heen gegooid bij de trap. En toen zaten daar nog meer mensen. En toen later heeft iemand me naar buiten begeleid. Johan en Diana hebben een zware tijd gehad. Diana is nog steeds claustrofobisch door wat er die avond gebeurd is. En Johan moest zijn keeperscarrière door zijn verbrande handen opgeven. Toch is er uiteindelijk ook iets moois uit voortgekomen. Jullie kenden elkaar toen al lang, die tijd? Ja. Hadden al een oogje op elkaar? Of, Ja, we kenden elkaar natuurlijk al langer. En, na de brand zijn we wat meer naar elkaar toe gegroeid. En kwam ze wat vaker over de vloer bij me. Ja, ik had mijn beperkingen en daar hielp ze mee. Ja, op de een of andere dag is de vonk denk ik overgeslagen. Nou sta jij gewoon met een zoon ja, dat is leuk, hè? Hoe is dat? Ja, dat is allemaal het mooiste wat je kan overkomen. Ja. Zeker, dat is geweldig. Dus, nu heb je dat vadergevoel. En ja, nu kun je misschien een beetje indenken wat jouw ouders op dat moment allemaal met jou meegemaakt hebben, om het zo te zeggen. De zorgen ook? De zorgen vooral, ja. Je bent natuurlijk jong dan en daar sta je niet meer stil. En nu ga je dus echt denken van, het zal mijn zoon worden, maar ik hoop dat het er nooit overkomt. Dan zie je twee mensen die dat ook alweer overleefd hebben en sterker nog er samen heel mooi uit zijn gekomen. Maar wat is nou die kracht ervan dan? Vooruitdenken. Niet achterom kijken, alleen maar vooruitkijken. En ik zeg altijd, de trein komt voorbij, dan moet je instappen en dan gaat hij weer verder. Dus die trein wacht op niemand. Je moet gewoon door met het leven. Je kan hem wel steeds afvragen van waarom is het gebeurd en waarom dit en waarom dat. Maar daar krijg je toch nooit antwoord op. En de kracht van ons allemaal is gewoon het doorzettingsvermogen. In 2002, een jaar na de ramp, sprak ik met Martin. Martin vertelde wat voor een nachtmerrie het die oudejaarsnacht was in de hemel. Ja, dat iedereen schreeuwde en gierde. En ik kon geen kant op. Ja, en later werd ik wakker op de grond. Lag ik op de grond en hoorde ik flessen knappen. Hoorde ik ze schreeuwen van blijf liggen, want boven is dit. Ondanks dat Martin na de brand niet meer dezelfde was, heeft hij alles op alles gezet om te revalideren. Hij wilde weer mobiel worden. En hoewel het er in het begin met zijn verbrande armen, handen en benen niet naar uitzag dat Martin ooit zou kunnen autorijden, kon hij toch op zijn 18e verjaardag zijn eerste rijles nemen. En dat hebben we geweten ook. Martin was niet echt van dat benauwde en roste lekker overal overheen. Dit zijn verkeersdrempels, Martin. Dat was 9 jaar geleden en de vraag is natuurlijk of Martin erin geslaagd is om zijn rijbewijs te halen. Ja, daar is hij. Kijk. Hey Mark. Hey Patsertje. Je hebt het gedaan. I did it. Hey man. Hallo. Goed je te zien. Ja, jou ook. Ja. Tijd geleden. Ja. En je ziet er ook goed uit. Hè? Dat zie je ook heel goed. Ja, ik ben opgeknapt. Ja. Ja. Ja, je ziet er gewoon goed ja, uit. Ja, als je verschil ziet tussen toen en nu, dan zie je toch wel dat ik een stuk knapper ben geworden. Je bent erop vooruit gegaan. Nou ja. Worden mannen natuurlijk altijd mooi naarmate ze ouder worden. Sommigen wel, ja. Maar bij jou geldt dat gezegd en niet. Oké, dankjewel Martin. Leuk, we zijn begonnen. Kom, we gaan. Laten we maar zeggen dat de humor Martin er ook doorheen heeft geholpen. Martin is enorm veranderd in de afgelopen jaren. En hij heeft voornamelijk nog last van zijn handen en hij loopt slecht. Maar al met al gaat het beter dan hij ooit heeft durven hopen. We lopen naar Café de Hemel, wat inmiddels een toeristische trekpleister is in Volendam. Want normaal gesproken staan hier ook heel veel mensen. Want het is echt opgenomen in het Tour Volendam, volgens mij, het monument. Ja, er staan altijd mensen. Dus, ja. Ik denk dat toch wel veel mensen weten dat het hier is gebeurd. Ja, nou ja, volgens mij, in die tijd, het is volgens mij een van de rampen die heel Nederland heeft geschokt. En er zijn er een paar van. De Bijlmerramp en Enschede, de vuurwerkramp en Volendam, volgens mij. Ja, dat denk ik ook. Heel Nederland leeft enorm met ons mee en dat hebben we wel gemerkt ook. Ja, ja. En ja, nou, hier is het hemeltje en daar is dus 10 jaar niks aan gedaan, hè? Ja, dat hebben ze in de oorspronkelijke staat gehouden ook. Met de gedachte om er later nog iets mee te gaan doen. En nu wordt er zeg maar een denkingsruimte van gemaakt.
Ben jij daar ooit wel eens binnen nog geweest? Ik ben er één keer binnen geweest, ja. Het is eigenlijk nog hetzelfde als toen. Dus, ja, je zag bijvoorbeeld nog een glas staan op de bar. En dat glas dat was helemaal verschroeid van de hitte. Er zat nog wat geld in. En je zag roet, zag je sowieso nog. In Café De Hemel lijkt het of de tijd heeft stilgestaan na de nacht van 1 januari 2001. Het is bijna niet voor te stellen wat zich hier heeft afgespeeld. Bovenal is het een wonder dat hier überhaupt iemand levend uit is gekomen. Dat geldt ook voor Martin. Hij was er slecht aan toe en voor 47% verbrand. Hij heeft 2 maanden in coma gelegen en daarna nog talloze operaties ondergaan. Martin is dankbaar dat hij het heeft overleefd, maar denkt vaak terug aan de jongeren, zijn vrienden, die er niet meer zijn. Alle jongeren die getroffen zijn, die hebben een bijdrage aan het monument geleverd. Wat was jouw aandeel? Nou, ik heb dat zonnetje met de golfjes heb ik daar boven die hand. Die heb ik gemaakt. Dat is een van de lelijkste, maar je moet jezelf toch onderscheiden. Je bent creatief, Martin. Ja, en ik heb niet veel geduld. Maar dat is mijn tegeltje. De zon. Die symboliseert zeg maar dat de zon weer gaat schijnen in je leven en water. Dat heb ik eigenlijk gedaan omdat het monument heet water. In de vorm van water. Dus daarom heb ik ook eigenlijk wat water erbij gemaakt. Ja, makes sense. Ja. En de zon is ook gaan schijnen in Martins leven. Want hij is weer mobiel. Hij heeft een goede baan en gaat op reis naar Nieuw-Zeeland. Daar moet hij nog een en ander voor aanschaffen in deze winkel. En Martin is ambitieus. Maar ik moet natuurlijk wel een mes hebben waar ik makkelijk de vacht van een stuk wild eraf kan snijden. Zeker, dus, want je weet... Een van die lijkt me wel wat. Ja, maar hoe is het eigenlijk nu gesteld met je handen? Want kan je alles wel weer inmiddels goed vasthouden? Nou, ik kan er alles mee doen. Ik kan alleen geen aardappelen schillen, bij wijze van spreken. Dat het echt heel fijn is, maar... Maar een beer... Een beer is geen probleem. Nee. Maar aardappelschillen lukt niet. Aardappelschillen, ja, dat lukt wel. Je hebt natuurlijk ook andere dingetjes voor, maar ik doe het niet zo graag. Maar dat blijf je ook volhouden, dat je geen aardappels kan schillen? Dat kan ik niet. Nee. Oké. Door waar we hier eigenlijk voor komen. Een rugzak. Martin gaat het avontuur opzoeken in Nieuw-Zeeland. Dat is voor iedereen een kick, maar voor Martin zag het er 10 jaar geleden niet naar uit dat dit er nog voor hem in zat. Hoe zie jij dat eigenlijk, die ramp in jouw leven? Wat heeft het eigenlijk teweeg gebracht? Als die ramp gebeurt, dan maak ik natuurlijk verschrikkelijke tijd mee. Je haalt van het randje van de dood af. Je bent eigenlijk al gestorven en je komt er weer bovenop. Daarna de gevolgen ervan moet je accepteren en je gaat verder met je leven. Het is eigenlijk een soort tweede kans. Don't worry, no doubt. Kost die eigenlijk, Martin? Heb ik nog niet naar gekeken. Nee, geld speelt geen rol, hè? Maar ik neem aan dat de EO me betaalt. Hoe vind je het? Ik vind het mooi. Mooie kleuren. Kan jij aangeven het gevoel tussen toen en nu? Toen was ik natuurlijk nog helemaal in de revalidatiefase. Je bent aan het opknappen na alle operaties die je hebt gehad. En toen moest ik nog verschillende operaties ondergaan. Ja, nu sta ik hier helemaal klaar en tevreden van wat er van is geworden. Is er ook, want ik weet, jouw vader is heel erg betrokken geweest bij eigenlijk een belangenvereniging, hè, voor de slachtoffer. Is er ook goed voor jullie gezorgd, gewoon heel praktisch? Hebben jullie er iets aan overgehouden qua schadevergoeding? We hebben er wel iets aan overgehouden. Alleen, er is wat dat betreft goed voor ons gezorgd. Maar goed, stelt je nooit schadevrij, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel, wij hebben een bedrag gehad, alleen... De gevolgen van de brand, die blijf je altijd meemaken. En dat is dat bedrag absoluut niet waard. Dus... Maar het is ook niet een bedrag waarvan je denkt van... daar kan ik mijn leven lang van... absoluut niet. Ik ben gewoon aan het werk en... dat is absoluut niet zo, nee. Nou heb jij eerst eigenlijk je opleiding afgerond. Goede baan, dat is de volgorde. Je hebt een huis. Je gaat nu op reis. Ja. Je bent er niet met Oud en Nieuw. Ik ben er niet met Oud en Nieuw, nee. Is dat een... heel bewust gepland?
Nee, dat is niet bewust gepland. Dat is voor ons, wij leven er elke dag mee. Dat nou 10 jaar, 9 jaar, 11 jaar is, ja, dat doet me niet zoveel eigenlijk. Hm. Er zijn veel herinneringen. Er zijn vele zware momenten geweest. De voorgeschiedenis is u allen bekend. Het is daarom alle reden tot dankbaarheid dat vandaag Marga en Peter met elkaar een huwelijk kunnen sluiten. Je doet het voor God, de uitvinder van de liefde. Er is zon na de donkerte. Er is licht na de zwaarte. Er is toekomst nadat je angstig bent geweest of die toekomst nog wel voor jou bereikbaar is. Peter Veerman, wil jij Marga Smit aanvaarden tot je vrouw? Beloof je haar trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid? Wil je haar liefhebben en waarderen al de dagen van jouw leven? Ja. Marga Smit, wil jij Peter Veerman aanvaarden als je man? En beloof je hem trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid? Wil je hem liefhebben en waarderen al de dagen van jouw leven? Ja, dat wil ik. Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als gehuwden. In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Het is toch waanzinnig. Ik hoor de fotograaf zeggen, meid, wat ben je mooi. Ja. Jouw woord. Dat is. Ja. Gigantisch. Ja. Dat is echt mooi. Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Op de dijk. Ik kon haar zusje al. En we hebben gewoon even staan praten op een gegeven moment. En we gingen dat elke zaterdag natuurlijk gewoon spreken in de bar. En van het een kwam het ander. Ja, van het een kwam het ander. Ja, ja. Zie hier, getrouwd man. Ja, zeker. Ja. Hey, en vertel, waar ben je opgevallen bij Marga? Het is echt, als ik met Marga sprak in de bar dan was het echt altijd lach. Altijd leuk. En dat vond ik gigantisch. Ik vond dat zo fijn. Ja. Dus ja, dat was ook gewoon op een gegeven moment, dat was het. Overduidelijk zag je natuurlijk ook gelijk toen jij ontmoette dat ze heel veel littekens had. En de gevolgen van de brand heel duidelijk. Ik ben dat eigenlijk wel gewend. Dat ze verbrand is, dat weet je. Maar daar kijk je gewoon doorheen. Dat is gewoon zo. Ik kan dat ook niet uitleggen. Nee, in die zin, dat speelt dus geen rol. Nee, dat speelt echt geen rol. Nee, want het is natuurlijk niet dat je het niet ziet. Je ziet het altijd. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar het is niet bepalend. Nee. Dat is ook lastig uit te leggen. Want als je ook... Je valt op iemand, op het eerste gezicht natuurlijk, op het uiterlijk. Ja, dat is gewoon zo. En dat is bij ons eigenlijk andersom gegaan. Wij zijn eerst gaan praten, want ik kon haar zusje natuurlijk aan. Dus jij bent dus Peter. En zo is dat gegaan. Je bent daar toch ook dan aantrekkelijk gaan vinden? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Dat is ook zo. Want anders zouden we ook heel graag. Dat groeit dan ook meer, omdat je iemand zo leuk vindt. Ja. Dat is gewoon, en ze is ook gewoon prachtig. Ja, nee, absoluut. En, ik zeker weet. Maar je bent helemaal geen van. Ja. Nee, maar het is. Echt geweldig. Wat zei je? Ik vind het echt geweldig. Ja. De ramp in Volendam staat heel Nederland nog in het geheugen gegrift en heeft geleid tot deze mooie expositie. Foto's die verhalen vertellen. Verhalen over een dramatische gebeurtenis, maar ook verhalen van kracht, hoop en doorzettingsvermogen. De slachtoffers zijn opgekrabbeld, huwelijken zijn voltrokken en kinderen zijn geboren. Ik ben blij dat ik 10 jaar na de ramp weer even in het leven mocht kijken van deze bijzondere jongeren. Jongeren met verhalen waar ik veel van heb geleerd en die ik nooit zal vergeten.